Het traject met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, is vertraagd. De overeenkomst met IMF moet de armoede in het land helpen bestrijden en het land verder ontwikkelen. President Chandrika Prasad Santokhi meent dat hij alle geluiden van kritiek hoort dat IMF niet komt, maar hij benadrukt dat Suriname voor eind van dit jaar een overeenkomst zal hebben met de Internationale Financieringsautoriteit. Ik heb ook met bureau Lazard daar gesproken in Dubai. Ze is afgereisd om ook het traject goed, laat me zeggen, op juiste richting nog te houden als het gaat om samenwerken met IMF, de financiële injectie, Wereldbank, IDB. Dus het eerste jaar hebben we inderdaad een zwaar jaar gehad waarbij we hele zware maatregelen hebben moeten treffen, noodzakelijke maatregelen. Het treft het volk hard, ja. Maar aan de andere kant moet het volk ook met de realiteit laten leven, niet met de schijnwelvaart. Maar dat jaar sluiten we af op 31 december straks. En we gaan naar het nieuwe jaar. Met meer mogelijkheden, met meer samenwerken, met meer kansen. En hier moeten we dan kritiek leveren. Maar laat het kritiek zijn om het land op te bouwen. Laat het geen kritiek zijn om het land kapot te maken. Laten we hier als Surinamers eenheid demonstreren. Winston Ramotar Singh, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname VES, weet niet meer wat te geloven van de goede verwachtingen van de president. Maar de VES juicht volgens hem wel een overeenkomst toe met het IMF. Suriname heeft de overeenkomst nodig omdat de steeds verder bergafwaarts gaan. Deze regering heeft de discipline niet om de economie op orde te zetten. Misschien hebben ze die druk van het IMF nodig om de nodige correcties die de scheefgroei van de economie te corrigeren, bedoel ik. Dat betekent dat we een aantal maatregelen nog moeten treffen die we niet durven te treffen. Een van ze is, en u merkt het getal, is dat we niet durven om de benzineprijs aan de wereldmarktniveau aan te passen. Terwijl dat gewoon moet gebeuren. We kunnen niet blijven de mensen die hun grote auto's willen rijden, hummeren of blijven subsidiëren. We kunnen de mensen in de goudvelden niet blijven subsidiëren. We kunnen de smokkel niet blijven subsidiëren. Dus de regering moet gewoon doen wat ze moet doen. En dan zal de economie langzaam aantrekken. Als we ook nog de juiste investeerders weten te faciliteren, dan zal je zien dat we snel uit de crisis komen. Maar op deze manier doorgaan, dat gaat niet goed aflopen. President Santokhi geeft de garantie dat de gemaakte afspraken met de financiële instituten voor het eind van dit jaar zullen worden geïmplementeerd. Zo zal het volk in het komend jaar worden beloond voor de zware offers die zij vanaf 2020 hebben gebracht.